De tweede voor de Sander Roosta, de hele haan. Nou ja, we hebben hier natuurlijk al een ontzettend mooi haantje liggen. En daar gaan we een mooie vulling voor maken. En die gaan we ook weer lekker rustig in de oven gaan we die verder garen. Het uitje even door de helft. En dan gaan we die eerst even snipperen. Daar zit nog knoflook. Zo. Het ruikt wel al echt heerlijk. Ja, ui en knoflook, dat is altijd een ontzettend mooie. Gaat altijd goed, hè? Ja. Nou, goed. Nou. Zoiets, dacht ik. In de pan? Ja, hij mag erin. Oeh, het ruikt echt lekker. Beetje noodachtig van die boter. Ja, heerlijk. Mooi. Ook nog. We doen wat peterselie liggen. Nog een beetje grof gesneden, want de knoflook gaat er nog bij. Even chop, chop, chop. Ja, een beetje grof. Die gaan we er zo meteen doorheen doen. Het idee is dat we die ui een klein beetje aanfruiten. Daarna gaan we het panko erbij doen. En dan als laatste de kruiden. En dan gaat dat in de buikholte van de kip. Zoiets genoeg? Ja, is helemaal goed. Wat we nu in de pan hebben is 50 gram boter. Daarnaast hebben we een uitje gesnipperd, een beetje knoflook. En zometeen gaat daar de peterselie nog bij. En panko gaat erbij. En panko is Japans broodkruim. Het fijne hiervan is dat panko gaan we ook een klein beetje aanbakken. Dan geef je weer de kans om een beetje extra smaak toe te voegen. Een beetje karamelisatie. Er ongeveer doorheen. En nou de peterselie nog even doorheen. Dan zie je dat het mengsel met alle boter zeg maar opgenomen is. Heerlijk. En dat mengen we nog even doorheen, bakken we nog een klein beetje aan. De kip die kook je natuurlijk gewoon zonder ingewanden. De buikholte is helemaal schoongemaakt. Dat zie je ook als je hem zo omdraait. Elastiekje hebben we eruit gehaald. Zie je dat die holte er mooi in zit. Nou, daar gaan we dus die vulling in doen. En daarna gaan we een klein stukje opbindtouw gaan we opbinden. En dan gaat hij lekker over. Ja. Als ik hem dan open hou, zullen we kijken of ons dat lukt? Ja hoor. Zo. Ja, precies. Laatste schepje erop. Precies, ja, genoeg, ja. Exact, mooi, een mooi recept. Dat had je goed gedaan. Een mooi recept, hè. Zo, gaan we naar de pootjes. Gaat hij over, gaat hij kruislinks. Ja, zie je het. En dan gaan we daar een mooi touwtje tussen binnen. Als je dat wil gaan doen. Gaan we dat... Ja, ervoor zorgen dat die pootjes mooi gekruist blijven. En dan komt het allermooiste eigenlijk. We gaan hem eerst meer in boter. En er ligt naast je een hartstikke mooi klontje boter. Klein klontje, ongeveer 200 gram. En dat mag of in kleine stukken en gewoon de kip er helemaal mee insmeren. Mag vrij dik, maar gewoon een soort dikke laag aan boter mag om de kip heen komen. Qua calorieën is dit natuurlijk drama. Ja, nou ja, goed, er zit wel eiwit in de kip, dus eigenlijk compenseer je wel. Oh, gelukkig. Dus, gelukkig. Zondag is toch een beetje de balansdag, hè? Ach ja. Nou, wat zeg je ervan, Jasper? Ik vind het hartstikke mooi. Ja? Ja, helemaal goed. Nou. Dan gaat dit zometeen zo de oven in. En dan gaan we hem garen in 1,5 uur ongeveer. Top. Tot hij gaar is. We gaan de kip uit de oven halen. Die heeft er nu 1,5 uur ongeveer in gezeten. Nou, gaan we eens even kijken of hij mooi gaar geworden is. Dit is natuurlijk wel spannend. Oei. Hij is zwart. Hij is zwart. Oh, toch niet. Toch niet. Toch goed gedaan vandaag. Wauw. Man. Ja, we pakken hem zo uit de pan vandaan. Dan hebben we hier nog de jus. En die gaan we nog een klein beetje inkoken tot de helft. Snijden we eerst de boutjes vanaf. De boutjes die hier zitten. Dan snijden we zo in één keer hier doorheen. Snij je zo. Door het gewrichtje heen. Hier de chicken wing. Het bootje zo trekken we zo eraf. Piet bootje. En dat ruikt alweer echt fantastisch. Andere bootje. Dan heb je bootje 1, bootje 2. Hou hier de kast nog over. Nou,
Nou, wat heb je dan op de karkas zitten? Loopt hier een lijn van de karkas. Dan heb je hier eigenlijk de filet zitten. Dus dat is eigenlijk wat je anders als kipfilet in de winkel koopt? Ja. Dit snij je zeg maar. Over de ribben. Over de ribben snij je hem uit. En de andere filet zit hier. Nou ja, goed. Je verbrandt natuurlijk je handen omdat het natuurlijk super warm is. Even samen. Even samen. En zo het andere filetje. En dan zit hier nog vlees, plukvlees. Kan je nog gebruiken om... En die fantastisch lekkere vulling. En die vulling erbij. Nou. Is dat het kippetje? Weer een feestmaal. Nou, Rix, die kopen hier ook bieren. Jongen, wij drie dagen niet eten, man. Heerlijk. Voor de rest van het jaar eten. Waar je anders tegenop ziet. Het ja. Het is echt niet moeilijk. Nee, toch? Nee, super hoor. Makkelijk. Kan ik. Ja. Dus, dat gaat lukken. Dus eigenlijk wat je zegt, iedereen kan het. Absoluut.